wij hè, hier in Nederland met onze rijkdom, onze beelden. Eigenlijk zijn wij een heel rijk land. Dat beseffen we niet elke dag en we klagen nog wel eens, maar dat zit ook in onze aard. En dat gaat gewoon door en dat moet ook. Er zit ook een stukje humor in, dus dat moet blijven. Maar we hebben het eigenlijk heel goed in Nederland. En ja, dat kun je dan bijvoorbeeld ook merken met tijdens de Sinterklaas- en kerstperiode. Vieren jullie Sinterklaas hier? Ja. Niet nu, maar... dus ook met cadeautjes of doen jullie dat met kerst? Allebei. Allebei, nou zie je wel. Ja. Nee, beelden. Beelden, precies. Ja. Ik vind het echt eigenlijk een beetje te erg hoeveel cadeautjes kinderen tegenwoordig krijgen van Sinterklaas. Ik zie dat bij mijn broer, twee weken geleden gekeken bij de dag na Sinterklaas, wat ze dan allemaal gekregen hadden. En ja, dan kom je daar en dan staan die cadeautjes echt gewoon zo als een soort van berg opgestapeld tegen de muur. En dan, ik sta er naar te kijken en dan denk ik echt van, weten jullie nou zelf wel wat je allemaal gekregen hebt en waar je de tijd vandaan moet halen om er allemaal mee te spelen? Want die tijd is er niet eens. Dat zeg ik natuurlijk niet, want ik bemoei me er niet mee. Maar ik denk het wel. Ik heb ook die leeftijd al gekregen dat ik af en toe zeg van, dat kregen wij vroeger allemaal niet. Ja. Mijn broer kreeg voetbalschoenen. Mijn broer kreeg een bal en ik kreeg voetbalschoenen van mijn broer ingepakt voor de sfeer. Want ja, er was geen geld, want het was oorlog. Dat. Maar je mocht één keer in een jaar douchen met Sinterklaas. Hadden jullie een douche dan? Wij aten houten banden. Jullie aten houten banden? Ja. Wij waren tot God, man, dat we houten banden kregen. Wij kregen kiezelstenen. Tegenwoordig krijgen ze ook van die speelgoed dinosaurussen in hun schoen, toch? Ja. Voor mij is het zo lang geleden, ik kreeg gewoon een echte. Maar dan was het wel oppassen geblazen, want ja, voor die waren te groot, hè? Was er een hap uit je rug vandaan. Maar het was wel lachen. Oké, nou zo erg is het dus ook allemaal niet. Maar we hebben het goed, laten we het daarop houden. Nee, waar ik naartoe wil, dan denk ik wel bij mezelf en probeer jullie er nou ook eens over na te denken. Probeer je nou eens twee cadeaus te herinneren die je vroeger toen je klein was kreeg, die echt gewoon heel veel indruk op je hebben gemaakt of die gewoon echt je leven hebben veranderd. Twee cadeaus, ik kan ze niet verzinnen. Denk er even over na, dan doen wij ondertussen even een nummer waar ook een paar Sinterkerst cadeautips in zitten. Dit liedje dat heet Sinterkerstman. Het is een soort jazz, dit. Ik moet jazz voorstellen. Sinterkerstman, kun je een miljoen in mijn schoenen doen? Ik heb een heel jaar gewacht. Sinterkerstman, kom maar door de schoorsteen vanaf. Sinterkerstman, leg een Rolex onder de boom, mijn droom. Ik zal er zuinig op zijn. Sinterkerstman, kom maar door de schoorsteen bij mij. Kijk me nou, zo'n gaaf gezicht. En wie schrijft er nou nog meer zo'n Sinterklaas gedicht? Ik heb al mijn schoenen naast elkaar. En daarnaast heb ik wat haver voor het paard gelegd. Sinterkerstman, ik wil een boot en minstens zo groot als jouw boot. Ik dacht meer aan een jacht. Sinterkerstman, kom maar door de schoorsteen vanaf.
heb nog een plek in mijn kluisje vrij. Maar rij nou toch niet stilletjes mijn huis voorbij. Oh, Sinterkerstman, je krijgt wat je verdient, zei mijn ma altijd. Maar ik verdien wat ik krijg, Sinterkerstman. Kom maar door de schoorsteen bij mij. Kom maar door de schoorsteen bij mij. Kom maar door de schoorsteen bij mij.